I want to break free. Hé, die videoclip? Dan ben je toch wel een soort Elsa. Categorie 2 of categorie 1? Trots. Ja. Jullie hebben onwijs tablettijd verdiend, want jullie zijn de hele dag nog niet van de tablet geweest. En chips verdiend. Ja, ook nog chips verdiend. Ja, ik heb het zo goed gedaan. Wij zijn de Families to Last. Wat leuk dat je kijkt en welkom bij onze nieuwe vlog. Het is kerstvakantie nog steeds. Dus in het kader van de kinderarbeid heeft iedereen zijn eigen klusje. Mira, wat ben jij aan het doen? De fruit aan het doen, maar de mandarijn. De bananen gaan hier, want anders gaan de mandarijnen vanaf vallen. Ja, aangezien Mira het meeste fruit eet, is het Mira's opdracht om al het nieuwe fruit in de fruitschaal te leggen. En kijken wat er van het oude fruit nog weer bovenop kan, want dat moet gewoon het eerst op. En Marijn is ook druk bezig, kijk. Ik denk dat de meesten wel kunnen horen wat ik doe. Dat denk ik ook. Ik denk dat de meesten ook zo'n liedje van Queen op de achtergrond horen. I want to break free. Ken je die videoclip? Nee. Dan heeft de zanger van Queen een jurk aan en dan staat hij met de stofzuiger in de woonkamer. Dat is een beetje een grapje. Ja. Zo, ze hebben zelfs mijn tafel al schoongemaakt en opgeruimd. De hut moet natuurlijk nog even blijven liggen, want daar moet straks weer mee gespeeld worden. Maar het begint weer bijna een huis te worden. Ik zal eens even verder gaan met de vaatwasser uitpakken. En Hank is weer thuis. Hallo, liefie. Hi, Stanley. Hij helpt me ook al een beetje met het klein. Was het gelukt met klussen? Tuurlijk. Ronald weer blij? Ja. Ik heb een discussie. Ik vind namelijk dat Merel een soort Elsa is, want Merel heeft gezorgd voor de kou in ons huis. Maar daar is Merel het niet helemaal mee eens. Merel. Dat voel ik niet. Vertel. Ik ben echt niet Elsa hoor, mama. Waar heeft Elsa voor gezorgd in de film? Dat het heel erg koud is in de zomer. Dat het heel erg koud wordt in Arendelle. Ja, precies. Maar in de en zomer. En wie heeft ervoor gezorgd dat het hier in huis heel erg koud is? Ik. Want wat heb jij gedaan? Het is toch winter? Ja, maar wat heb jij net gedaan toen je terugkwam van buiten spelen? De deur open laten staan. Dus heb jij toch voor de kou in plaats van Arendelle in huis een stoelrust gezorgd? Dan ben je toch wel een soort Elsa? Een heel klein beetje. Merel en ik hebben wat gekocht bij de Albert Heijn. Ja. Firework. Vuurwerk. Ja, kijk, ik heb voor jou zo'n pakketje met van alles en nog wat gekocht. Ja, en ook eentje. En met van die potjes die je kunt aansteken. En ik heb voor Merel zo'n pakketje met sterretjes en trektouwtjes en knaleitjes en alles van alles gekocht. Is dit categorie 2 of categorie 1? Kijk maar eens wat erop staat. Hoe kan je dan zien of het klopt? Wat staat hier? Mag het hele jaar door verkocht? Mag het hele jaar door verkocht worden. Dus is het categorie 1 of categorie 2? Categorie 1. Niet onbelangrijk, kijk eens even. Ik heb ook even nog een pakketje gehaald, want die bril die heb je wel. Maar met dopjes voor in de oren. Die kunnen hier morgenavond mooi in doen. En zo. Meer dan laat eens kijken, wat heb je allemaal voor mooi vuurwerk? Heb ik al mama allemaal van mij gekregen. Heb ik dat van jou gekregen? Nee, mama heeft dit van mij gekocht. Ja, precies. Oh, pas op hè. Ook ja. Dat is een touwtje waar je aan moet trekken. Ja. Maar wat? Wat gaat er? Andersom, ho, stop. Dus, juist, daar knalt hij uit. Zwa. Oh. Nou. Dat mooi. Ja, mooi hè. Het andere pyromaantje zit daar midden op straat. Die steekt natuurlijk wel echt vuurwerk af. Het is oudjaarsdag 2018. Want de dag waarvan je wist dat hij zou komen is er. Marijn wil zo meteen met Hank vuurwerk gaan halen. Papa, je moet zien hoe de vuurtuintjes gaan. 1, 2. Zo. Het is 1 januari. Het nieuwe jaar is begonnen. Wij wensen jullie natuurlijk allemaal het allerbeste. Veel gezondheid en rijkdom in de breedste zin van het woord.
Voor jullie zelf, maar ook voor degene die jullie lief hebben. Het is zometeen tijd voor weer een bijzonder ontbijt. Jullie zullen denken, oh, alweer? Is het dan alweer een jaar bij jullie? Ja, nou ben ik het. In januari ben ik jarig, dus we hebben straks het huis weer vol. Maar eerst even met het gezin. Marijn en ik hebben net al gedoucht. Eigenlijk even de vuurwerkgeuren weer uit de haren. En nou zijn Hank en Merel nog even boven. En dan is het tijd voor een taartje. Ik mocht vanmorgen nog even blijven liggen. Dus ik heb zeker een half uur langer boven in bed gelegen dan jullie. Nou zijn we gedoucht, we zijn aangekleed en alles klopt. En dan moet er nog even gauw een cadeautje voor mama ingepakt worden, want daar hebben jullie geen tijd voor gehad vanmorgen. Hoeveel mensen komen, dat weten we nooit bij mijn verjaardag. Mijn verjaardag is namelijk de enige verjaardag waar niemand voor het uitgenodigd is. Nou, omdat we jouw verjaardag en meer ons verjaardag en papa's verjaardag moeten van gepland. Dat valt meestal voor de week, en dat is de week dat we moeten werken. En dat gaat gekend voor of niet of na. Dus dan gaat iedereen weten hoe vieren we dan en dan. Maar met mijn verjaardag is eigenlijk bijna iedereen vrij. Dus iedereen die wil komen, die kan komen. De poort staat open, maar ik ga niet. Maar ik ga niet mensen dat daarna nog een keer uitnodigen. Dus je kunt vandaag komen, dat vind ik zelf. Aangezien de kerst is geweest, had ik ook vast even weer de raamversieringen aangepast. En ik ook. Merel vond alleen mijn sneeuwvlogen een beetje raar. Want ze zegt, dan staat er nog steeds een kerstboom op. Dus ik zei, een gewone boom. Merel is nu ook bezig. Kijk toch eens even. Wat een creatie. Ja, en ik heb hier ook nog een palet gebouwd. En twee handjes. Hier is een cadeautje van de kerstman. Toen staat een naam er nog tussen door. Dit is het cadeautje van de kerstman. Maar sinds de kerst is al geweest, hè? Nee, het is nog steeds kerst. Nee, het is nog steeds kerstvakantie. Maar het is geen kerst. Marijn had ook al een mooie tekening gemaakt. Die vond ik ook nog wel creatief. Happy New Year. Het is 22:40. Het voordeel van jarig zijn op 1 januari. Het is 22:40 en mijn huis is leeg. Niemand wil nog drank. Niemand wil nog een toosje. Er staat niemand nog taart in de schuur. Er staat nog taart in de schuur. Niemand wil nog wakker zijn. Iedereen is moe en kapot. En we ruimen de puinbak op. Maar het was het einde van mijn verjaardag. En God geloof me, echt waar, de hele dag heeft het huis vol gezeten. Nou ja, de hele middag. Mijn ooster is thuis best, maar denk ik, daaronder is al lekker getekend. Merel de tekening op de deur is ook al, zeg maar, lekker vol. Marijn's tekening is iets duidelijker. Maar dan moet je wel echt je best voor doen wat voor kerstverhaal zich daar afspeelt. Want ik had mijn Happy New Year. En daaronder heeft Jasmijn, een van onze vriendinnetjes, lekker lopen tekenen. Vooral deze, hè. Kijk nou even. Dames en heren. Gelukkig nieuwjaar. Of als je denkt van, nou, daar heb ik niet genoeg aan. Nou, gewoon lief zijn voor elkaar. Als je nou goed rondkijkt, hè, en je bent in de Intertoys XL in Hengelo, dan zie je twee hele blije kinderen. Kijk, de spaarpotten zijn leeg. Nou ja, bij Marijn blijft er echt nog wat in en ander in zitten. De drone gaat gekocht worden. Marijn, kijk maar eens aan, hoe blij ben jij? Super blij! En Merel? Ja, dit is ook wel heel mooi. Dan gaan we eens kijken. Gaan we in de rij gaan staan bij de kassa? Blij hoofden. En dit kost 17 euro. Ja, ik vind heel veel geld voor zo'n poppetje. Als je niet weet hoeveel dit kost,
Het kost 17 euro. Ja. Wat heb jij voor lunch gekozen bij de IKEA? Prinses Taart. Wat ik dus had gevonden. Wat had jij gekozen dan? Kaasbroodje. Lekker kaasbroodje, ja. Maar ik had de prinsessentaart gevonden. In Hengelo, naast de Intertoys XL, zit ook die grote IKEA. Dus we zijn even lekker aan het shoppen. Ik heb zo beneden even wat dingen vervangen die gesneuveld zijn in de vakantie. En ik heb toch nog de kaartjes van mijn adventskalender. Iets makkelijk. Iets makkelijk, Merel. Ik krijg hem niet open. Nou, dan kun je er wel heel lang mee. Mama, ja. Dit moet ik je wel toegeven. Het is wel een leuke grap. Ik heb hier een Elvis Prince Hercules. Bij de grote Intertoys kost die 17 euro. En ik ga hem niet openmaken. Beginnen. Ja. Zal ik je helpen? Nee, ik denk het zelf. Ik heb een roze hergold. Ik heb een roze hergold. Wow. Ja. Ja? Ben je er blij mee? Ja. Mag ik even die haarspray doen? Nee. Ja. Ja of nee? Ja, ik zei het. Ik denk dat het beter is om hem open te doen. Marijn, daar is hij dan. De vakantiedag waarvan je wist dat hij ging komen. We gaan opruimen. Nee! Wat betekent alle bakken uitgezocht gaan worden. Alles wat al ligt. Hier. Het kan allemaal best wat minder. En vooral Merel gaat het heel druk krijgen vanmiddag. Marijn. Het speelgoed waar wij niet meer mee spelen. Wat doen wij er altijd mee? Als het nog heel is. De arme kindjes. Precies, die geven wij aan jongens en meisjes waar ze thuis niet zoveel speelgoed kunnen kopen. Dus serieus kijken, als je er niet meer mee speelt, dan mag het weg. Zo, de schoonmaakwerkzaamheden van Merel beginnen te vorderen. Merel heeft ondertussen al 2 bakken uitgezocht die van alles en nog wat waren en de poppenbak. En ze heeft ook al, is ze dus bezig met haar, nou echt gigantische puinbak. Dus ondertussen zijn er al 2 zakken vol met spullen. Die kunnen richting de arme kindjes. Dat staat allemaal klaar. Dat is speelgoed waar ze niet meer mee speelt. Maar wat echt nog te goed is om weg te gooien. En we hebben een bodempje in de vuilniszak met spullen die echt de ton in gaan. Dus tot die tijd, Merel. Trots op jou. Ga zo door. Er ligt nog meer op de grond. De poppen. Het huisje van je Loomiluf. Of hoe heet zo'n dingetje ook alweer. Moet ik even in de bak. En dan gaan we daarna zo meteen die kinderwagen ook eens even uitzoeken. En alles wat nog op de tafel ligt. Dan ben je bijna klaar. Daar speel je niet meer mee. Nou, mag die in de zak voor de arme kindjes. Deze? Nou, ik kan niet anders zeggen dat ik super trots ben op beide kinderen. Marijn, Merel, goed gedaan. Ja, want we hebben heel erg hard gewerkt. Echt, wat een verschil. Wat is dat? Zat mijn tafel helemaal van rommel. Maar nu... Heel ja, uit. En wat kun je nou weer lekker doen aan je tafel? Kleuren! Kleuren, knutselen, maar ja. Maar, keukentje weer opgeruimd. En mooi maken. Alleen ja, Marijn heeft nogal wat last van... Ja, kun je mooi maken. Marijn heeft wat last van grote dingen. Die dan altijd boven op die kast moeten. Dat is een beetje jammer. Mogen ze het horen? 1 keer. Ja, en klaar. Als we hadden geweten dat het zoveel lawaai gemaakt had, had het waarschijnlijk niet gekocht of uitgekozen. Maar Merel en Marijn, kijk eens even. Verder. Trots. Ja, en omdat we het gemaakt... Jullie hebben onwijs tablettijd verdiend, want jullie zijn de hele dag nog niet voor de tablet geweest. En chips verdiend. Ja, ook nog chips verdiend. Ja, omdat we zo druk waren. Ja, goed gedaan. Ja. Het wordt alweer een beetje donker, ik zal het lampje aan doen. Ik heb een vraag. Vertel. Waarom vinden de meeste mensen paprika chips de lekkerste chips? Geen idee. Ik heb liever bolognese. Maar zijn jouw lievelingschips paprika chips? Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.